Hola mi gente. Ik dacht, het is weer tijd voor een update. Een update hoe het nu met me gaat. Dus bij deze ben ik weer eventjes live. Ik zit trouwens in een hokje, dus het galmt hier lekker, merk ik. Boeien. Ik ga gewoon beginnen. Ik wil nog even zeggen, als je vragen hebt, laat in de reacties even weten. Dan beantwoord ik deze strakjes aan het eind van de video. Verder, ik sla deze video op als het me lukt. Dat vind ik altijd een heel gedoe. Maar hij is ook terug te zien op mijn Instagram of op mijn YouTube kanaal. Laat ik maar gewoon beginnen. Allereerst, hoe gaat het met mij? Het gaat echt heel goed. Na 3 maanden heb ik Bogota verlaten. Ik zit nu in Medellin. Mooi, ook afgeleid toch? Het gaat heel erg goed. Ik ben nu in Medellin aangekomen sinds maandag. En het bevalt me heel goed. Zoals je ziet, korte mouwen. Ja. Ook een korte broek. Dus heerlijk. Ik had echt zo koud in Bogota de afgelopen 3 maanden. En ik had ook een beetje het beeld dat het hier koud zou zijn. Aangezien ik vorige keer in Medellin kwam ik vanuit Cartagena. En daar is 30 graden. En toen naar Medellin, waardoor ik het hier ook gewoon koud had. En hier is het gemiddeld 20, 22, 23 graden. Maar goed, in Bogota was het ook 16, 17, 18. Nou, daar ergens 20 graden met zon. Dus zou je ook zeggen, het is niet koud. Maar ik had daar echt koud. Dus ik ging hier naartoe naar Medellin met het idee, het is fris. Maar ik denk dat ik nu eens in een koude stad ben begonnen. En vervolgens naar een iets warmere stad is dat gewoon lekker aangenaam voelt. En nou, ik zit hier helemaal op mijn plek. Ik ga even kijken of ik iets helemaal niet galm kan doen, toch? Misschien is het zo min... Nee. Oké, het was te proberen. Ik zit nu lekker in Medellin. Ik heb heel erg naar mijn zin. Die vraag kreeg ik ook op de Instagram toen ik vroeg van, hebben jullie nog vragen? Ik laat me gewoon beginnen met mijn zoektocht. Hoe gaat dat? Tot zover kan ik je vertellen, het gaat goed, denk ik. Nou, ik vind het gewoon heel erg lastig om aan te geven hoe het nou gaat. Het is gewoon, je doet weken, doe je niks. En dan ben je gewoon aan het wachten en maak ik gebruik van de tijd om te gaan editen. Ga ik lekker op pad, doe ik gewoon een beetje mijn eigen ding. Maar er zijn ook weken dat je gewoon alleen maar aan het rennen bent. Dat je van hot naar her gaat, oh morgen weer een afspraak, hartstikke vroeg, dan weer laat. En het gaat allemaal verschillende voortgangen, zeg maar. Maar als je me nu vraagt, ben je opgeschoten, weet ik het eigenlijk ook niet. Want, hoe ga ik dat dan verwoorden? Natuurlijk schiet je op, maar, als voorbeeld, je doet een DNA-test. Je gaat een DNA-test doen en die is negatief. Dan heb je dus wel de stap gemaakt dat je iemand hebt gevonden waarvan je denkt, oké, we zijn verder, we hebben iemand. Maar door de DNA-test val je weer terug, want je hebt weer niks. Hè, omdat je negatief uit, opnieuw. Omdat de DNA-test negatief uitpakt, ben je eigenlijk weer terug bij het begin. Snap je, dan heb je dus weer niks en moet je weer soort van opnieuw of verder. En dus aan de ene kant ben je dan weer opgeschoten, want je weet in ieder geval, hij of zij is het niet. Maar aan de andere kant ben je weer waar je was en moet je weer opnieuw gaan zoeken. Hoe staat het ervoor? Ik vind het heel lastig. Maar ik kan wel zeggen, ik heb al toevallig gisteren mijn 5e DNA-test gedaan. Je sluit op die manier wel dingen uit. En ik kan wel vertellen, denk ik, dat ik wel stappen aan het maken ben. Want er komen naar mijn idee, dit is op niks gebaseerd, dichter bij mijn droom. Het vinden van mijn familie, van de biologische familie. Maar tegelijkertijd heb ik nog niks en is nog hartstikke ver weg. Dus ja, dat is een beetje hoe het ervoor staat.
Ja, verder ben ik ook heel erg op mezelf. Ik merk dat het echt een hele andere reis dan de vorige keer. De vorige keer was ik met vrienden, feesten, helemaal loco. En nu ben ik gewoon meer op mezelf, net als nu ook. Lekker de hele dag thuis, editen, dingen voorbereiden, onderzoek doen naar dingen. Gewoon lekker op mezelf, af en toe even erop uit. Ik ben niet zo van het uitgaan. En ik wil hier wel even naar Medellin weer even een keer uitgaan in de avond, zeg maar. Maar ik denk dat het ook meer komt doordat ik nu actief aan het zoeken ben. Omdat ik, wat ik al zeg, het is echt een achtbaan waar ik in zit. En ja, ik realiseer me trouwens even iets anders. Ik realiseer me ook dat in het begin, dat toen ik ben al gestart in 2017 met zoeken. En dan zat ik thuis. En ja, dan krijg je er niet heel veel van mee van het zoekproces. En dan ben je gewoon aan het wachten tot je bericht krijgt van hey, we hebben iemand of we hebben niet iemand. Nou, we verwachten dit of dat van je. Maar nu ik hier ben, is het tam toe heftig. Want ik ben er nu bij als er mogelijk iets gevonden is. En wat betekent dat mijn emotie gelijk een heart attack. Direct heart attack en gelijk alert van paraatheid of zo. Ik weet niet hoe je dat zegt toch? Alert van paraatheid. Zoiets is het. Ik weet niet. Maar dan ben je gelijk ready voor het goede nieuws of het slechte nieuws. En dan is het maar weer afwachten of het dan goed nieuws of slecht nieuws is. En de ene keer is goed nieuws, dan ben je zo blij. Net als voorbeeld mijn cedula aanvraag. Hoe blij ik daar was. En dat was echt nog ingehouden. Ik was daar zo blij en zo. Nou, ik kon het niet verwoorden. Maar er zijn ook momenten die je gaat zien. Of heb je dat ook? Nee, die je gaat zien. En dan is de teleurstelling heel groot. Terwijl, ja, het is echt een achtbaan. En dat vind ik ook wel heel mooi. Ik vind het mooi om het zo te mogen beleven. Het zoeken is niet alleen maar afwachten. En nee, je komt, ja, het is heftig. Het is wel echt pittig. Maar ik vind het meer dan waard. En dat maakt dus ook dat ik denk ik heel veel energie verlies in het ja, in die momenten. En waardoor ik dus ook heel veel slaap nodig heb. Meer op mezelf ben. Niet echt behoefte heb om mensen te zien. En ik zie natuurlijk wel mensen. Het is niet zo dat ik alleen maar in het kamertje zit of op mezelf ben. Maar ja, het is toch wel een groot verschil met hoe de meeste mensen mij kennen, denk ik. Altijd on the road en en nu is het gewoon meer van flex. Ja. Nee, dat is eigenlijk hoe het met mij gaat, hoe het zoekproces ervoor staat. Ja, dan heb ik ook nog even, wat kan je nog verwachten op mijn kanaal? Nou, dat is een hele hoop. De afgelopen periode was het best wel even pittig. Waardoor ik er nog niet echt aan toe ben gekomen om video's verder te editen. Af en toe een beetje, maar dat schiet niet echt op. Maar ik heb dus een hele lijst waar ik nu mee bezig ben. En waar ik van een aantal al zo goed als af heb. Maar ik heb nog ik edit het in drie fases. De eerste editfase is gewoon een video in elkaar zetten. Als dat staat, ga ik door geluiden eronder zetten, effecten, overgangen en zulke dingen. En als die klaar is, is de video af. En dan is het gewoon nog een paar keer kijken, checken, waar kan het beter, waar zou ik hem veranderen, korter maken, langer maken, nou, zoiets. Dus heb ik inderdaad drie fases. Nou, ik denk dat ik bij drie of vier video's heb ik de eerste fase al gehad, dus het helemaal maken. En de rest moet ik allemaal nog gewoon aan beginnen. Maar, lang verhaal kort, wat kan je nog verwachten? Je kan verwachten een ayahuasca sessie. Het wordt een driedelige serie over de ayahuasca. Want dat ga ik binnenkort doen. Je kan DNA-afname 5 ga je verwachten. Je kan DNA-afname 3 en 4 kan je verwachten. Mijn moeder ga ik zoeken in de wijk. Die video kan je verwachten. Mijn vakantie op Curaçao, ook iets van 3 of 4 delig, kan je verwachten. De botanische tuin van Bogota kan je verwachten, waar ik naar een soort van park ging, mensen ontmoeten, super gaande. En vrienden, de allereerste vrienden die over zijn gekomen uit Nederland, die kan je ontmoeten. Je gaat ze ontmoeten in de video. Ja, en dan nog Curaçao, maar als mijn moeder komt, de Ostrich Farm. Struisvogelfarm en de aloe vera plantage waar ik helemaal lyrisch van was.
Ja, dus dat zit allemaal nog te wachten. Ik ga even tellen voor je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat zijn dan nog 10 video's die je kan verwachten. En waarvan er dus 1, 2, 3. Waarvan er dus 3 video's zijn van mijn zoektocht. En dan heb ik ook nog een paar klaarstaan die er ook binnenkort gaan komen. Weet je wat? De maand van mijn verjaardag, iedere week zal uploaden, is voorbij. En eigenlijk zal pas over 2 weken weer de volgende nieuwe video komen. Weet je wat ik ga doen? YOLO. Wordt ook een beetje pressure om misschien harder te gaan werken aan de video's. Omdat ik nu denk van, het kan, ik heb tijd. Maar nee, ik ga, oké. Okay. Ik ga deze vrijdag een nieuwe video uploaden. Dat wordt gewoon een live vlog. Dus hoe ziet mijn leven hieruit. En dan ga ik volgende week een hoogtepunt van mijn zoektocht naar mijn ouders uploaden. Dus een Searching for My Roots video. Ja. Ja, dat doe ik gewoon als verrassing. Of als verrassing, als dankjewel voor jullie support. Want dat wil ik ook nog even zeggen. Dank je wel. Jullie weten niet hoe trots ik ben op mezelf en hoe trots ik ben op jullie. Dat jullie de berichten die ik ontvang. Ik krijg zoveel, echt, nou zoveel. Ik krijg echt meerdere berichten van personen die dan naar me schrijven. Oh, ik herken me in dit. Of mensen die overkomen en dan zeggen. Oh, ik herken dit uit je video's. En dat vind ik zo vet. Dat vind ik, ja, dat vind ik leuk. Daar doe ik het ook wel een beetje voor. En ook gewoon beelden schetsen van te zoeken naar inhoud. En ja, waar je allemaal mee te, maken hebt, want het is wel, waarom zei ik dit niet, heftig. Ja. Nee, ik denk dat ik voor nu dan alles heb gezegd. Ik ga even kijken of er nog vragen zijn. Een moment, hoor. Oh, echt best wel stom. Iedereen komt kijken, maar ik zeg geen hallo, toch? Hallo, bedankt voor het kijken. Ook al, of hallo, leuk dat je kijkt, sorry toch. Maar ik dacht, knal even mijn verhaal doorheen. Hola Michelle, dankjewel. Kan je dit ook liken? Nee. Oh wel. Oh, wat is dit? Oh, dit wist ik niet. Oh, ik leer weer wat. Ik ga dan misschien met de terugwerkende kracht ook nog even iedereen saludaar begroeten. Maar daarvoor, oké, ik heb het gedaan. Oh. Passero, gracias amigo. Maar, zijn er nog vragen opgekomen? Ik had trouwens vragen gekregen via Instagram, maar die ging over mijn zoektocht en die ging over hoe het met me gaat. Dus die heb ik eigenlijk al beantwoord. Nee, er zijn er geen vragen. Oké, helemaal goed. Dan ga ik verder met editen, ga ik even zo ontbijt maken. Dan wens ik jullie een fijne dag. Tot de volgende keer en nogmaals bedankt voor jullie support. Het gaat jullie goed. Joejoe!